Jongens, kunnen we even brassen weer? Even vierkant brassen. Ja, zeker met groepen van meerdere dagen, dan hopen we wel dat iedereen meedoet. Het is ontzettend leuk om samen te zeilen. En we hebben veel zeilen en lijnen. Er zit 10 kilometer touwwerk op die boot. Dus het is gewoon leuk als je dat met meer mensen kan doen. En vaak, als mensen het mee kunnen doen, dan krijgen ze er ook meer van mee. Dan begrijpen ze wat meer van en het is gewoon hartstikke leuk. Dus maar als het mooi weer is en je wilt in de zon zitten en een boekje lezen, kan dat ook natuurlijk. Ja. Bij langere tochten dan draaien we wachten. En gasten doen ook in de wachten mee, meestal. Als mensen meehelpen met zeilzetten, gewoon elkaar uitleggen wat dat is en waarom dat is. De mensen die daar gevoel voor hebben, die dat leuk vinden, die steken dan ook wel wat van op. Ja, we hebben 17 zeilen en dat is bij elkaar 800 vierkante meter zeil wat erop zit. Daar kun je een hoop jachtjes van tuigen. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Wat altijd ook hier ja, toch heel sterk is, is de binnen. Het is heel gezellig. Als je binnen een paar maanden bij de baas staat, is het gelijk gezellig. Heb je s'avonds een feestje en dat is gewoon ook hartstikke belangrijk. Dus mensen voelen zich ook snel thuis op het schip. Onderdeks bevinden zich de hutten, waar 36 mensen kunnen slapen. Elke hut heeft een eigen douche. In het dekhuis bevindt zich de salon en de gezellige bar. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het zeilen. Vierkant brassen.